Roadtrippers 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Gum. Who says no to Mentos? Vandaag in Roadtrippers. Tess Milder, waar zijn we beland? Oh my god, ik ben heel claustrofobisch van deze shit, jongen. Wat zijn dit voor hokken? We hebben echt een soort van horrornacht gehad. Sneeuwbal! Twee teams. In een strijd om kilometers. Wie komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Je ziet het in Roadtrippers. Het is inmiddels 9 dagen geleden dat Team Stuck en Team Girls vanaf Victoria Peak in Hongkong zijn begonnen aan hun avontuur in Azië. Roadtrippers 2016 is begonnen! Giel, Thomas en Stefan zijn al ontzettend lekker op weg. Ze zijn hemelsbreed 5726 kilometer van het startpunt verwijderd en zitten in het Russische Jekaterinburg. Hier zijn ze vanaf de Kazachstaanse grens naartoe gelift met hulp van 3 vriendelijke Zweedse dokters. Die met een ambulance op weg zijn naar Mongolië om dat voertuig daar aan het goede doel te schenken. We're gonna send you all the way to Moscow. Yeah. What? Yeah, and you clean all the gun. In ruil voor het schoonmaken van de ziekenwagen hebben de Zweedse vrienden treintickets voor de Trans-Siberië Express naar Moskou aan de boys beloofd. Gwen, Tess en Shelley hebben hun zinnen gezet om vanuit Bangkok naar Dubai te vliegen. Daarmee blijven ze net binnen de 6 toegestane vlieguren. Hun plan zou wel eens snel kunnen slagen, want ze zijn nog maar 1 lange busrit van Bangkok verwijderd. De dames bevinden zich nu namelijk in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh, op 1535 kilometer van het startpunt. En Shelley is ondertussen al bezig om een busticket naar de hoofdstad van Thailand te regelen. Goed nieuws! Wat dan? Straks gaan we met de bus. Shelley heeft van het noodbudget de allergoedkoopste tickets voor een nachtbus naar het bijna 700 kilometer verderop gelegen Bangkok gekocht. Maar tegen deze prijzen hoeven de dames natuurlijk geen luxe en comfort te verwachten. Oh my god, ik ben heel claustrofobisch van deze shit, jongen. Wat zijn dit voor hokken? Zo, dat ziet eruit als een lange, lange rit, dames. En in deze bus gaan slapen is geen optie. Want Team Girls mag door het niet behalen van de opdracht in de vorige aflevering 24 uur lang niet in een bed slapen. Straks, je mag de komende 24 uur niet in een bed slapen. Niet dat dat in deze kleine soort van bedden überhaupt mogelijk zou zijn, maar het wordt dus een lange nacht. Dus dit is hoe we gaan zitten? Het is alsof je op een soort van vliegend tapijt zit. Maar ik ben zo blij dat ik niet hier hoef te zitten. Dude, dit is zo fucking eng hieronder. Kijk nou. Stel je voor, je moet hieronder. Hey, maar zullen we wel even voor de grap zeggen tegen Gwen dat ze hieronder moet liggen? Gwen? Ja? Jouw hok is hieronder. Ja, maar luister. Wat een vreemd persoon daar beneden zit. Wat een vreemd persoon! Ja, zit iemand bij mij erin? Ja, nee, een vreemd persoon! Ja. Ik lul niet! Ja, dag! Nee, jullie zijn twee dingen! Jullie zijn gek! Moet ik met iemand met anders? Wij. Kijk hoe wij hier zitten. Oh, dit is jullie! Ja! Ja, no. Je komt gewoon bij ons zitten. Kom hier, ik maak je plek. Wat een kutbus! De aapjes zitten in de kom. Oh. Hoe gaan wij op deze manier, naast elkaar zittend, 14 uur in deze bus zitten? Als ik hier zo hang, ben ik oké. Word je niet misselijk? Nee, maakt niet uit. Oké, nou jongens, dit wordt echt een topreis. We're so in love, everywhere we go, it's walking on the... In het Russische Jekaterinburg maakt Team Stuck zich ondertussen op voor hun treinreis naar Moskou. Die hun Zweedse vrienden gaan betalen. Nou, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. We hebben 3 fantastische Zweedse gasten ontmoet. Wat een avontuur hebben wij beleefd in deze stad. Ze zetten zich in voor het goede doel. Ze gaan deze ambulance brengen naar Mongolië. Dat gaat ze lukken. En wat wij gaan doen, wij gaan naar Moskou. We gaan weer op weg naar een nieuw avontuur. You gotta pay? Ja. Is dit your card? That's my card. Slowly. En dan heb je in 1 keer tickets voor de wereldberoemde Trans-Siberië Express op zak. En sta je te wachten op het perron. Trans-Siberië! Klaar voor de reis naar Moskou. Maar liefst 34 uur lang treinen. En dat allemaal betaald door hun Zweedse vrienden. Die de boys daar enorm dankbaar voor zijn. What we did in 2 days is amazing. Yeah. Thanks to you. Thanks a lot. One group hug? Yeah, come on. One group hug. Yeah! Moscow! Time to go. Bye-bye. See you, man. Thank you so much. Bye-bye. Gaan we dan. Afscheid nemen is nooit leuk.
Welkom in de Trans-Siberië Express, dames en heren. Thomas. Ja? Ik denk dat we nog maar 5 minuten onderweg zijn. En ik mis serieus de Zweedse gasten nu al. Ja, dat is echt top met die gasten, hè? Wauw. Ja, de jongens hebben een hechte band opgebouwd met hun Zweedse vrienden waar ze de afgelopen dagen mee hebben doorgebracht. Maar de komende 34 uur staan in het teken van de Trans-Siberië Express. De treinbeetjes kunnen worden opgemaakt en Team Stuk gaat slapend enorm veel nieuwe kilometers tegemoet. We hebben nog even te gaan. Slaap lekker, jongens. Ik ga slapen. Ondertussen is Team Girls na een slapeloze nacht in de bus aangekomen op de grens met Thailand. We hebben echt een soort van horrornacht gehad. Niet geslapen. We staan nu bij de border control ergens. Waar zijn we? Geen idee. En waar is de paspoortcontrole? Nee, maar we moeten echt uit opschieten. Ja, iedereen is al weg. We moeten echt opschieten. Nee, we moeten uit dat door daar. De dames moeten bij deze hectische grensovergang in het plaatsje Krung Poi Pet op zoek naar de paspoortcontrole. Waar een volgende busje klaar staat om het team verder Thailand in te rijden. Maar hoe vind je deze aansluiting in zo'n gezellige Oosterse chaos? Dan word je wel echt vet gezellig. Ik vind de muziek gezellig, ik vind de sfeer goed, het ruikt lekker. Maar waar is onze bus? Dat is de vraag. De girls kijken hun ogen uit in dit grensdorpje. En na goed zoeken en wat navragen komen ze uiteindelijk bij de grenspost terecht. Wij hebben de bus gevonden. Oké, we zitten in een busje. Ongelooflijk dat het gelukt is. Ja, nu nog in Bangkok aankomen, als goed is het er 4 uur. Oh. 4 uur? 4 uur, dat valt mee. Ja, dat is best te doen. Dat is oké. Op de meest hectische grensovergang die ik ooit heb gemaakt. Ja, and that's saying something. De vermoeidheid lijkt ze tol te gaan eisen. Maar nog even wakker blijven, dames. Jullie 24 uur niet mogen slapen zijn nog niet voorbij. Gelukkig is er het mooie uitzicht van Thailand wat de girls wakker weet te houden. Na een reis van ongeveer 4 uur arriveren een doodvermoeide Gwen, Tess en Shelly in de hoofdstad van Thailand. Serieus, het was echt een horrornacht. Dat is niet normaal. Nee. Maar we zijn in Bangkok. Yes! Bangkok! En het allerfijnste is dat ik gewoon bijna zeker weet dat we deze plek met een vliegtuig gaan verlaten. Oh, dat wordt heel gek. Ja, dat moet gewoon lukken. Dus ik stel voor, laat ik een plek vinden met wifi, kaart erbij pakken. Ja, heel goed idee. Ja. Yes, aangekomen in Bangkok. Het heeft Team Girls wat moeite gekost, maar vanaf hier is het minder dan 6 uur vliegen naar Dubai. En die luxe bestemming zien de dames wel zitten. Vliegtickets vanuit Bangkok naar Dubai kosten zo'n 300 per persoon. En zoveel geld zit er nog niet in het budget van Team Girls. Maar ondanks het gebrek aan slaap zitten de dames vol positieve energie en een plan om de resterende centen bij elkaar te krijgen. Hé hey, meiden, ik weet geen even meer waar we allemaal geweest zijn, want het zijn landen die we afgetikt hebben. Vietnam, Cambodja en nu in Thailand. Yes. Ja. Maar Ben van Port hier heeft een geniaal plan bedacht. Ja. Want voor iedereen die wel eens naar Thailand is geweest, die kennen dit. Namelijk... Oeh, Van Kessel. Oh, Van Kessel. Fietstour. Ja. Fietstour. Die is er niet meer, maar hij heeft hier wel een heel succesvol bedrijf met fietstours door Bangkok. Wat nou als ik deze mensen even ga contacten? Ja. Gaan kijken of ze ons misschien willen helpen. Volgens en dan hopelijk vandaag... Oké. Het plan is dus om contact te leggen met een Nederlandse tour operator in Bangkok. Bekend van de fietstours door de stad. Zou dat dan soms het laatste stapje zijn naar vliegtickets richting Dubai, dames? Team Stuk zit ondertussen zeer comfortabel in de Trans-Siberië Express richting Moskou. Een reis van 34 uur. Dus de boys kunnen wat slaap inhalen. Totdat Giel en Thomas zich beginnen te vervelen. Steven! Zo. Tering. Zo ik me helemaal. Ik was zo lekker aan het dromen, jongen. Oh, dat kan je echt niet doen, man. Wat is het, Toon? Wat gaan we doen? Even naar buiten kunnen. No. Nou. Ja, yes. We mogen er niet uit. Ik wil eruit. Laat me eruit. Hallo. De boys worden een beetje irritant van het opgesloten zitten. Hallo. Oh, dat zijn die treinspotters. En wat doen die gasten? Hallo. Hi. Nou, die gaan dus op vakantie, gaan ze op zoek naar een nieuwe trein. En daar zo niet in hebben, ze weten dat ze dan hun ervaring zijn. Dat is toch fucking kut. Kijk, hij gaat echt lekker. Oh ja, hij gaat wel lekker, ja. Hij gaat oprecht lekker. Hij steekt met zijn kop naar buiten. Zou de treinspotters ook seks hebben in de trein? Dat kunnen we wel eens vragen, toch?
Okay, vraag maar. We got a question. We got a big question. When you are train spotters, right? Yes. Just a funny question, okay? Just a funny question. Do you have ever sex in the train? I'm not gonna answer that. Why not? It's funny. Why? Because you're traveling with the train. So I'm curious. If you met a girl, can you have sex in the train? Did you have that? I'm married, so for are me you married? Can ask my wife about that. Okay. And you? No, of course not. No. But is it on your bucket list or not? Is it a bucket list thing or? Absolutely not. No? No. Okay. I think you are wrong about us. No. Teen Girls heeft ondertussen het telefoontje met de Nederlandse tour operator gepleegd. En die had goed nieuws. Tot zo, doei! Oh my god. Ze mogen langskomen. De dames willen geen tijd verliezen en springen snel in de taxi. Aangekomen bij de Nederlandse tour operator heeft gids Wessel een mogelijk winstgevend voorstel voor onze roadtrippers. Hey, maar jij kan ons misschien eens helpen. Ja. Misschien? Ja, wij hebben een opdracht voor jullie. Oh. Een opdracht? Hebben jullie dat nu opdracht? Opdracht. Nou ja, die hebben wij net even bedacht, ja. Oké. Okay. Wat hebben jullie bedacht? Wij hebben voor jullie bedacht dat jullie zelf een tour gaan geven. En dat moet je een beetje zien als een free tour. Dus eentje gaat van onze training blijven, één voor jullie. En de andere twee dames die gaan zoeken naar mensen, het liefst internationale mensen. Maar jullie vragen natuurlijk om geld van hun. En uiteindelijk, als jullie dit goed doen voor ons, dan krijgen jullie ook nog een beloning van ons team. Oh, oké. Okay. Dat is zo spannend. Dus dan ga jij met mij mee en met Jackie. Jackie? Oh, jij krijgt de training. Ik vind het best wel vet. Jij krijgt de training. En Audrey? You take the other girls. Team Girls krijgt dus de mogelijkheid om hun resterende euro's die nodig zijn voor vliegtickets naar Dubai te verdienen. Als fietstourgidsen in het voor dames op compleet onbekende Bangkok. Shelly gaat samen met een gids proberen de fietsroute en alle info over Bangkok in haar hoofd te stampen. Terwijl Gwen en Tess op zoek gaan naar potentiële klanten voor de tour van Team Girls. Ja! En terwijl de dames de laatste hand aan de tour leggen, zijn de jongens nog steeds de trein aan het verkennen. Yo, kijk wat in de derde klas houden. Het is wel gezellig hier, hè? Wow, kom maar kijken. Oh, stink hier, ouwe. Ja? Stinkt het? Ja. Ja. Welkom in de derde klas. Dit zijn gewoon allemaal van die kussensloop met spullen. Ja, het is wel echt gezellig hier, hoor. Hey, hallo. Boos hondje. Pas maar op, Giel. De citytour door Bangkok, gegeven door kersverse gidsen Gwen, Tess en Shelly, staat op het punt om te vertrekken. Gids Shelly heeft haar best gedaan om alle info over Bangkok snel in zich op te nemen. Geen half werk. En dat is, ondanks het slaapgebrek, best aardig gelukt. Dit zijn Thaise tempels voor monniken. Ze is het allemaal onthouden. Het is echt insane. En als het niet echt is, dan kan ze goed acteren. Maar dit is leuk, de mensen vinden het leuk. Het gaat helemaal goed. Super. Wat vind je er zo ver van onze tour? Ja, super. Lekker bezig, dames. Maar hoe lang duurt die tour eigenlijk? Nog een uur te gaan en dan zijn we hopelijk terug. Nog een uur? Vind je het heel erg als wij dat even skippen? Hey, Lijsa, hoe ging het voor jou? Ja, ik was dus de eerste van de boot vergeten en dat mag ik gewoon. Je bent niet meer. Ja, ging hartstikke goed. Maar dames, vergeten jullie niet iets? We zijn nog niet klaar natuurlijk. Heb jij ons een uur achtergelaten? Oh ja. Ja. Ga nog naar binnen. Nu komt het mega ongemakkelijke moment. Wij willen natuurlijk naar Dubai. Kijk, wij hebben in principe €250 nodig. Nog voor vanavond willen we de tickets boeken. Normaal is deze toen 950 baht. Alleen is al ietsje meer. Ja. Luister, wij lopen even weg. Denken jullie er even over na. We komen straks terug. Ja, maar ik wil echt even dit moment pakken om te zeggen hoe goed jij het hebt gedaan. Ja, echt. Wij zijn echt trots op jou. Je hebt hem geoond. Ja. Je bent hier nog nooit geweest. Nee. Je ging daar door de straat alsof je deze tour iedere dag gaf. Ja. En je hebt geblufft en we hebben dit gedaan. En dit is hopelijk onze grootste, laatste money hosselings. Ja, ik vind wel. Ik weet niet of het genoeg zal zijn, maar we doen echt ons uiterste best om te winnen. Ja, dat is waar. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja? Oké.
Maar dan gaan we... Oh, niet vallen. Hou me rustig, Gilbert. Hou me rustig. Komt goed. Nou, laat maar zien. Wat heeft het opgeleverd? Oeh, daar komt een envelop. Oh, spannend! Oké. Maak maar open. Oké, komt het moment, jongens. Wow, dit is vet. Holy moly! Is vet, oh my god! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is €250. Nee! Oh my god! Jongens, we hebben het tickets, hè? Lekker, ladies. Next stop, Dubai. Maar niet gelijk naar het vliegveld rennen, want de opdracht van deze aflevering komt nu binnen op de tablet. Ik krijg een opdracht binnen. We hebben een opdracht. Iedere aflevering krijgen de teams namelijk de kans om extra kilometers, luxe of geld te verdienen. Daarvoor moeten ze wel een opdracht goed uitvoeren. En bij verlies volgt er straf. Waar gaan we voor spelen? Waar gaan we voor spelen? We gaan voor luxe, toch? Of voor geld. Want geld kan je luxe kopen, kilometers kopen, je kan alles kopen. Ik wil ook geld gaan. Geld? Ja, maar oké, laatste. Als we het spel tactisch spelen, ik ben dus bang dat als we verliezen... Maar het is best luxe dat we nu dat we geld kwijtraken. Het geld hebben we, de kilometers kunnen we niet gebruiken en luxe, ja echt wel. Als we voor kilometers spelen en we verliezen, dan moeten we misschien terug met deze trein. Ik heb bijna een week niet gedoucht. Ja. Ik kan het echt niet hebben als er iemand nu tegen mij zegt, je mag weer niet douchen. En dat riskeer je als je voor luxe speelt. Oké, stel dat we vanuit gaan dat we deze opdracht gaan nelen. We gaan het gewoon weer winnen. Ja. Dan moet, waar kies je dan voor? Voor geld? Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat we deze verliezen. Ja, ik ook. Omdat we niet zoveel mogelijkheden hebben hier. Ja, we kunnen nu voor geld gaan, maar als we de tickets niet hebben, dan liggen we hier echt op de grond kapot te gaan. Luxe? Luxe. Luxe, we gaan voor luxe. De opdracht. Beide teams spelen dus voor extra luxe. Maar dat ontvangen ze alleen als ze de opdracht goed voltooien. Lukt het niet, dan wordt het team enige luxe ontnomen. Eén teamlid moet met 25 verschillende personen een selfie maken, waarbij er op de wang wordt gezoend. De teams krijgen 1 uur de tijd voor deze liefdevolle opdracht. Opdracht. En de opdracht is... Kies één iemand uit het team die minimaal 25 personen een selfie maakt waarbij de wang wordt gezoend. Tijdloop. Oké. Hoeveel? Wie krijgt de kusjes dan? Hey, Thomas! Thomas. Krijg ik de kusjes? Oké, dus ik moet met 25 mensen... Oké, laten we meteen beginnen. Ik pak mijn telefoon erbij. Wang en selfie maken. Ja, dit mag ook bij ons. Nee, luister. Nee, we houden het spannend. Je hebt nog altijd ons achter de hand. Ja. Tess. Oké. 2, 3. Voor de selfie. We need to have 25. Waarom vraag ik dan weer aan gasten? Ja. Kom op, go. We have 1 hour of time. Come on. Yes, okay, you. Good. Okay, next. Yeah. Jullie hebben ook nog niet, of jullie hebben wel? 9. No. Oké. Ik vind het heel moeilijk om aan te voelen, weet je wat normaal in Nederland zijn. Oké, deze kan ik wel benaderen, deze kan ik niet benaderen. Het is heel moeilijk hier. Ja, yes. Can somebody speak English? English? En bij gebrek aan vrijwilligers hebben de jongens altijd elkaar. Oké, Steve, jij ook. Team Girls gaat lekker. En logisch ook, want wie willen nou niet met Tess zoenen? De teams zijn lekker aan het zoenen. Totdat de treinpolitie bij Team Stuk wat minder liefde toont. Because it's forbidden in the train. Oh, we didn't know that. Oh shit. Het ging zo lekker, Toon. Ja, echt goed. Het ging zo lekker. We moeten nu stoppen voor de politie. Door de politie. Ik ga niet fucken met de politie. Weet je. Het ging ontzettend goed. Ja. Maar we werden helaas door de politie die hier op de trein zit, werden we teruggewezen. Maar die politie zei echt, ja jongens, jullie mogen niet meer lopen. Jullie mogen niet meer filmen. Jullie mogen niet drinken. Jullie mogen helemaal niks. Dus dat betekent dat ik hier nog 10 uur hier gewoon niet meer ruimte kan zitten. We advise you to go inside your bedroom. Oké? Ja. Yay! Yes! Hoeveel hebben we daar? Hoeveel hebben we daar? Tel ze in je telefoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hey Thailand, dankjewel voor alle liefde. Ik ga nu wel mijn wangen wassen.
Maar ik voel me heel erg geliefd, dat wel. En met het speeksel nog vers op de wangen, checken de teams of ze de opdracht hebben gehaald. Laten we gaan checken of het gelukt is. Helaas, de opdracht is niet gelukt. De straf. We mogen de komende nacht niet onder een stenen, betonnen, houten dak slapen. We moeten dus nog een nacht in een park. Oh, wat? Jullie mogen de komende nacht in een hotel slapen. Yeah! Oh, yes! Ja! Oh, yes! Nou, dan blijf je toch wakker? Ja, dan blijf ik wakker. Blijf toch gewoon wakker? We mogen niet slapen, dus we mogen gewoon wakker blijven. Ja, nou, dan blijf wakker. Top. En dan moet de hele nacht wakker blijven. Ja! Team Stuk mag de komende nacht niet onder een dak slapen. En besluit daarom dat het dan maar het gemakkelijkste is om helemaal niet te gaan slapen. In Bangkok is ondertussen de avond gevallen en Team Girls gaat op zoek naar een hotel die ze, omdat ze de opdracht gehaald hebben, met hun creditcard mogen afrekenen. Wow! Ah. Oh, het is zo zacht! Oh, en dit uitzicht dan. Holy shit, jongen. Het lijkt wel Las Vegas of zo. Ik ga douchen. Geniet ervan. Slaap lekker. Slaap lekker. Geniet van jullie gewonnen luxe nachtje, dames. Enkele uren later komt Team Stuk na een slapeloze nacht en 34 uur lang opgesloten te hebben gezeten in deze trein aan in de hoofdstad van Mother Russia. We zijn in Moskou! Moskou, baby! Ja, daar zijn we dan. Nou jongens, we zijn gewoon in Moskou. Ja, ja. 4 uur 's nachts. Ja. We made it. We made it. Moskou. Nou, we zijn er nog niet, want we hebben nog een paar uur te overbruggen. Let's go, guys. Ja, en in zo'n mooie stad als Moskou hoor je de jongens dan weer niet klagen als ze een stukje moeten lopen. Wat de fuck is het plan nou? Ja, wat is het plan jongens? Wat gaan we doen? Plan. Nee, we hebben geen plan. We hebben geen afspraak, ik heb geen meeting vanmiddag, ik heb geen opnames, ik ben vrij. Altijd. We hebben altijd van de wereld, weet je niet waar we heen moeten. Dus laten we gewoon lekker gaan lopen. Zullen we gewoon naar het Rode Plein lopen van Moskou? Rode Plein. Ik weet niet waar het is. Nou, dan lopen we er gewoon heen. Gaan we het vinden. Het wordt al aardig licht, jongens. Ja. Helemaal top dit. Helemaal top. Laten we naar een lift scoren of willen we nog even rondgelopen? Ja, ik wil even het Rode Plein scoren. Hoe lang is het nog lopen, maat? 20 minuten. 20 minuten? Ja. Oké. 20 minuten. Fair enough. Nou, ik ben aan het genieten, hoor. Ik vind tot nu toe echt een super mooie stad dit. Ja, gewoon. En na 20 minuten met de benenwagen komen de boys dan eindelijk aan op het historische hart van het Russische Rijk. Het Rode Plein. Wow. Yes. Ja, dit is tof, man. Dit is echt heel vet, yes, jongens. Ja, dat is inderdaad weer een mooie mijlpaal op jullie roadtrippers bucketlist, boys. Alleen, Stefan kan er niet optimaal van genieten. Ik kan hier zo slecht tegen. Ben je één keer in je leven, sta je bij dit fantastisch mooie gebouw en dan staan er van die fucking witte tenten en dixies voor. Come on, guys. Ik ben hier één keer. Oh. Kom op, Stefan. Even door de dixies heen kijken en genieten van al die kilometers die jullie al hebben gereisd. Team Stuk heeft in deze aflevering van Jekaterinburg naar Moskou namelijk 1407 kilometer afgelegd. De dames zijn vanuit Phnom Penh naar Bangkok gekomen. En dat is 536 kilometer, hemelsbreed op de kaart. In totaal brengt dat de girls op 1724 kilometer van het startpunt in Hongkong. Maar de boys hebben nog steeds een ruime voorsprong. Bij hun staat er 7147 kilometer op de teller. En dit zie je volgende keer in Roadtrippers. Ik wil hier nooit meer weg. Thank you. Nee, dit is typisch Russisch, hè jongens. Ik ben het paspoort kwijt. Nee. Volgens mij heeft deze gozer wel begrepen, want hij rijdt hard. In taxi. Taxi plus. Airport. Maak nu je eigen roadtrippers paspoort aan en speel mee. Verzamel zoveel mogelijk kilometers en maak kans op Mentos prijspakketten. Met onder andere Sony Action Cams en als hoofdprijs een 4K televisie. Roadtrippers 2016 werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Gum. Who says no to Mentos? Heb jij nou de vorige seizoenen van Roadtrippers gemist of wil je ze gewoon nog een keer zien? We hebben ze alvast voor je klaargezet. Veel plezier!